Van die onrest is er van een midje net zo volle te vernemen. Gisterwoorden is zuiver stil. Of het met de lanternpjellen wijzen dat het lucht van vervangen wordt, vierders bad er net zo volle. Dochs had het plak in een kwatskof tijd een peer oefen gaan, waar er verliende wieken een man delsketten bij een hoes dat een soort hennepvoen was, en jeder al weerde de moord op vrouw Heiltjes. Incidenten die het op hem zelfs los van me kosten. Maar dochs wilde borgemaster een onderzoek naar benammen de relatie drugs en criminaliteit in zijn gemeente. We willen de lijntjes weten die erachter zitten. Welke mensen binnen bij blutsen? Binnen de organisaties bij blutsen? Wat voor lijnen kunnen we eruit trekken en wat kunnen we eruit leren? En vooral, hoe kunnen we het dan aanpakken? In een IET waren er 22 hennepkwekerijen in de gemeente oprollen. Volle meer als in vergelijkbare gemeentes. Hoe dat kan, daar zal benammen naar jongen worden. Maar de burgemeester had ik wel een vermoeden. Mijn site wil eens dat wij een verliezen hebben op drugs. In de jaren 80 is dat hier ik geweest. Dat we vrij stevige drugsproblematiek hier. Dat zit een beetje in onze gemeente. Er is een soort onrest in Gisterwoorden over alle incidenten. Voor de gemeente reden morgen een informatiegijkomst te houden voor de bewoners. Je kent heel weinig informatie aan over het onderzoek. Maar ik de eerste keer dat we die een blik dat men het buitengewoon op prijs stelt om mijn kwander er even over te hebben. Even de zorgen te uiten bij jou ik aan waar ze eventueel hulp krijgen kunnen. Dus op zichzelf is het wel een goed middel om het contact met de buurt te krijgen. Maar ik om de buurt en de meesten die het betreft om die even mijn kwander in contact te brengen. De uitkomsten van het onderzoek hopen de burgemeester over enkele weken te krijgen.